My name is Aaliyah Kapili, and I'm an 18-year-old classically trained singer. If you want to get to know more about me, please follow me on my Instagram at Aaliyah Kapili and on my TikTok at Aaliyah.Kapili. Feel free to check out my Facebook page as well at Aaliyah Louise Kapili, and please don't forget to like and subscribe. Thank you everyone for all your support. I really appreciate it. Today, I'll be reacting to Amira Virichagen. So Amira was 9 in this video, and this was for Holland's Got Talent 2013. I am really looking forward to hearing a kid sing opera. Anyways, with that being said, now on to the reaction! Quick disclaimer, I am nowhere near an expert as I'm still young and have lots of things to learn. Me reacting is just a way for me to appreciate the singer's talent based on the knowledge I have so far. It's also a way for me to learn new things. Hello. Hello. Amira Willighagen, zeg ik dat goed? Ja. Hoe oud ben jij? Ik ben 9 jaar. Zo. En wat ga je doen? Ik ga een liedje zingen. En is dat zomaar een liedje of is dat iets bijzonders? Nou, eigenlijk is het een operaliedje. Een opera? Ja. Oh. Hoezo ben jij opera gaan zingen? Nou, het begon met Koninginnedag. Mijn broer Vincent, die speelt viool. Ja. En ik wou ook graag iets doen. Dus ik dacht van, ik ga maar wat zingen. Ik zoekte op YouTube een liedje. En toen hoorde ik operaliedjes. Die vond ik heel erg mooi. Ja. En toen ben ik die gaan zingen. En ja. Wauw, wat bijzonder. En nu sta je hier. Ja. It's so cool to me how she was drawn to opera at such a young age. And she took it on herself to learn about it by searching it up on YouTube. I remember I started learning how to sing at 10, and I learned opera and classical through my teacher. So I just find it really amazing how she took it on herself to learn about opera and classical. Ja, ik had echt eerder verwacht dat je iets van K3 zou gaan doen of zo. Maar dat vind je niks. Nee. Hey, welk liedje ga je zingen? Het liedje O Mio Bambino Caro. O Mio Bambino Caro. Just for some context, O Mio Bambino Caro is a very popular aria, and I believe it's one of the most performed arias. It's from the comic opera Gianni Schicchi. And in this aria, Lauretta is begging her father to let her marry her lover. I'm really excited to see how she'll perform this aria. Nou, Amira, ja? Ik ben zo nieuwsgierig hoe dit klinkt. Heb ik oordopjes nodig of kan het zo veilig? Hè? Het is veilig. Het is veilig. Heel goed. Take it away. Ga je gang. Stopping it so quick, I was just blown away. That was so impressive to have such a full sound at such a young age. Her voice is also super, super angelic. Another thing that's so impressive to me is that I believe at this point she was self-taught, but she's able to do like
dos portamento, and she has a very open north to south mouth position. And the fact that she learned that by herself, that's absolutely incredible. Niet te geloven. How she changed the last note, she made it into a higher note. Originally, it would be that note, makes it a higher note, and yeah, I have no words. That's just so impressive for a 9-year-old. I love her facial expressions and her delivery of this aria, and she has such a clean tone. And yeah, I'm curious to see what the judges will say. Dit is jullie. Ja, Amira Willighagen, 9 jaar oud, staat hier. Ben je echt wel 9? Ja. Jeetje. Amira, ze zeggen wel eens dat oude zielen voortleven in mensen. En als ik jou hoor zingen, dan heb jij bijna de bezieling van een Maria Callas, die er helaas niet meer is. Maar jouw stem is zo puur en zo mooi. Maar ik vind het ook zo bijzonder dat voor een meisje van jouw leeftijd, dat je dit doet. Dat is toch ongelofelijk? Ik wil ook zo'n dochter. Ja. Wie heeft jou zo leren zingen? Heb jij een zangdocent? Nee, ik heb geen zangles. En dat leer je jezelf aan. Je gaat dat luisteren en dan zing je mee en dan op een gegeven moment kun je het. Oh, ongelooflijk. My God. Dat is echt niet dat. En wat is jouw droom? Later wil ik heel graag zangeres worden, maar als dat niet lukt of zo, dan wil ik ook graag meedoen met het Olympische Spelen met atletiek. Oh, het zijn twee kleine dingetjes. Girl, that's logical. Yeah. Well, I'm curious if you've ever performed on a stage like this before, or in front of an audience this big. Heb je ooit eerder opgetreden voor het publiek? Nou, niet voor zo'n groot publiek. Maar wat goed van je, echt. En dan zo zonder zenuwen, hè, Dan? She's incredible. I mean, I say yes. Definitely yes. Chantal. Dikke vette ja. Wat wij hebben in Holland's Got Talent, net als vorig jaar, is de Golden Ticket. Voor jou. Ze zit gewoon in de liveshow. Sowieso in de liveshow. She definitely earned her golden ticket. No singing lessons.
and not performing in front of a large audience, and she did that. Absolutely incredible. That was such an impressive performance from a 9-year-old, and I would love to hear her more. That's the end of the video. I hope you all enjoyed. Please like, subscribe, and comment, and I hope to see you on my next video. Bye, friends.